Vandaag moet ik een zo groot mogelijk vliegveld zien te maken in Minecraft. En dit hier is mijn vliegveld op dit moment. Ik heb nog helemaal geen geld en hier kan ik allemaal upgrades kopen. Zo kan ik straks een winkel kopen, snacks. Zo kan ik hier dit kopen. Dit is een soort van paspoortcontrole volgens mij. Jullie zien het, dit lijkt op een echt vliegveld. En volgens mij moet ik hier zo beginnen. Bam, hoppakee. Ik heb iets aangezet, wat weet ik niet. En ik kan hierop drukken. Ah, kijk eens. Nu komt er hier dus een koffer op de band te staan. En wat kan ik hier doen dan? Oh, hier kan ik al mijn geld telkens claimen. Oké, maar ik heb nog helemaal geen geld. Volgens mij moet ik gewoon de hele tijd op deze knop blijven drukken, zodat er steeds meer koffers het vliegtuig ingaan. En op die manier moet ik dan geld krijgen, denk ik. Ik hoop dat dit gaat werken. Hoppakee. En ik heb nog helemaal geen geld. Weet je, ik blijf maar gewoon op dit ding drukken. Ik denk dat we gewoon een hele hoop koffers hier op moeten krijgen. En dat we dan hopelijk een keer geld krijgen. Krijg ik nu geld? Let's go! 200 coins, dames en heren. En ik kan dadelijk hier voor 600 coins dit ding upgraden, denk ik. En hier kan ik er nog veel meer kopen. Oké. Dat is hartstikke mooi. En hier... Oh, die shops die zijn duur trouwens. Wow, yo, hoe ga ik ooit zoveel geld bij elkaar krijgen? Nou ja, dat gaan we vanzelf wel zien. Ik probeer in ieder geval zoveel mogelijk muntjes te verzamelen. En hoppakee, ik moet wel de hele tijd op deze knop blijven drukken. Ik denk dus dat het allemaal automatisch en wat sneller gaat als ik deze upgrade. Althans, dat hoop ik. Want dat zou me wel enorm veel helpen. En heb ik weer coins? Jazeker. Ik moet er nog 100. En dan kan ik deze upgraden. En ik kan weer op de knop drukken. En weer wat... Oh, ik heb helemaal geen coins. Wat is dit? Ik wil coins. Ik wil coins. Waar blijven mijn coins? Hey, let's go. Ik heb een 600. En we kunnen hem upgraden. Ja, ja. En nu hoef ik niet meer op het knopje te drukken. Kijk, het gaat allemaal automatisch. Het gaat niet bepaald sneller. Maar ja, weet je, ik had het niet heel erg gevonden als ik nog steeds op dat knopje moest drukken. Want ik heb toch niks beters te doen. Dit is nu nog mijn enige bron waar ik geld uit kan halen. Dus ja, ik had het niet heel erg gevonden om even nog lekker op dat knopje te drukken. Maar goed, we gaan gewoon lekker doorsparen totdat we het volgende ding kunnen kopen. Maar ik wil wel alvast even bedenken wat dat gaat worden. Want ja, deze check-ins die kan ik wel halen. Maar ja, die heb ik natuurlijk al één. Maar ik denk wel dat het handig is omdat ik dan veel meer geld ga krijgen. En deze is heel erg duur. En hoe duur is dit hier dan? 14.000! Ben je helemaal gek? Oké, nou, we hebben nog heel erg veel te doen. Oké, ik pak weer even lekker wat coins erbij. Hoppakee, 200 coins in de pocket. En we hebben weer 100 coins erbij. Oké, dit gaat echt ongelooflijk snel op deze manier. We zijn weer een hele tijd verder. En ik heb 2700 coins. Oké, daarmee kan ik wel iets kopen, denk ik. Oké, deze kan ik nog niet upgraden. Weet je wat? Ik koop gewoon deze. En, oh, ik kan dan weer bijna een nieuwe kopen. En eens even kijken. Daarvoor heb ik nog wel even een aantal coins nodig. Kom op, ik wil coins. Het gaat nu wel twee keer zo snel. Dus dat is eigenlijk al top. Kom op. Ja, let's go. Ik heb er weer 1400. En dat betekent dat ik hier nog een check-in balie kan kopen. En nu heb ik er al 1, 2, 3. Kijk, dat schiet echt enorm op. Alleen nu is het weer even wachten tot ik meer coins heb. Want ik wil eigenlijk al deze balies plaatsen, zodat ik heel erg snel deze shop kan openen. Want ik denk dat ik daar ook heel erg veel geld mee kan gaan verdienen. En eens even kijken. Heb ik alweer genoeg coins voor de volgende? Nee! Oh, dit gaat nog echt niet snel genoeg. Ik moet echt veel meer van die check-in balies kopen. Oké, eens even kijken. Oké, nice. Ik heb al 2200 coins. Dat betekent dat ik gelijk weer een nieuwe kan kopen. Ik weet niet of dat het slim is dat ik telkens een nieuwe koop. Misschien is het slimmer om telkens deze dingen te upgraden. Maar ja, dat weet ik ook niet. Ik zit te denken, hè. Ik kan denk ik beter als eerste dit paspoort ding kopen. Want ja, ik denk dat dat me gewoon veel meer geld gaat opleveren dan zo'n winkel. Misschien heb ik het ook mis, maar ik denk dat het beter is om dit te kopen. Want dan kan ik sneller naar het einde toe werken. En ik heb gezien dat als je aan het einde bent, dat je vliegtuigen kan kopen waar we straks in kunnen vliegen. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar daarvoor moet ik eerst nog even een heleboel coins hebben natuurlijk. En hey, ik kan de volgende alweer kopen. Let's go. Ik doe het maar gewoon. En ik denk dat ik nu heel erg snel coins krijg. Jazeker. Oké, dit gaat echt al enorm snel. En hier kan ik dadelijk ook al level 2 kopen. Ik weet niet wat ik als eerste wil gaan doen. Maar dat komt wel goed. En eens even kijken hoeveel coins krijgen we erbij. Oké, nog niet genoeg om hier zo de eerste paspoortcontrole te kopen. Maar goed, we gaan nog even doorsparen. En ja, ik ga wel echt voor zo'n paspoortcontrole. Ik denk wel dat dat heel erg gunstig is. Oké, ik heb zoals je kan zien 7000 coins nu alweer wat meer. En dat betekent dat ik op de helft ben. Dus ja, we zijn er bijna. Oké, heb ik dan nu genoeg coins? Oh, bijna. Nog maar 800. Oké, dat is top. Kom op. Oh, bijna. Nog
heel even geduld en ik kan de eerste paspoortcontrole openen. Kom op, geef me coins. Geef me coins. We zijn mijn coins. Oké, nog 100, nog 100, nog 100. En kom op. Het kan elk moment zijn nu. Kom op. Geef. Ja! Oké, ik ga meteen hier naar die paspoortcontrole toe. En we kopen gewoon de meest linker. Let's go. En wat doet dit? Wat heb ik nou gekocht? Oh nee. Heb ik iets verkeerd gedaan? Oh ja, oké. De poortjes gaan open. En oh, hier kan ik dus geld ophalen nu. Oké. Dit ding was een goede aankoop. Ik loop er één keer overheen en ik krijg al 400 geld. Oh, en nu alweer 400 erbij. Oké, dit was de beste aankoop ooit. Oké, en nu moet ik wel door dit poortje heen zien te komen. Kan ik er niet overheen klimmen? Nee, natuurlijk niet. Want dit is een security poortje. Daar kom je niet zomaar doorheen. Oké, kom op. Yeah, let's go. En we gaan hier meteen weer, hoppakee, wat extra coins pakken. En ik denk dat ik deze dingen maar eens een beetje ga upgraden. Ik denk dat het best wel snel moet kunnen met het aanschaffen van dit poortje. Want dit ding, die levert me toch een partij geld op. Daar word je bang voor. Oké, let's go. We gaan naar binnen. En hoppakee. Wow, yo. Hiermee verdien je zo ontzettend veel geld. Dit is niet normaal. En ik heb ook gelijk genoeg geld om hier zo'n ding te gaan upgraden. En we gaan gewoon van rechts naar links werken. Hoppakee. We hebben deze nou geüpgraded. Hey, we hebben gewoon geld voor een werknemer. Let's go. Oké, ik pak gelijk weer wat geld erbij. En oké, dit gaat enorm snel. Ik word er bijna bang van. En ik denk dat we in de tussentijd hier ook wel weer genoeg geld verdiend hebben om een extra ding te upgraden. Daar zo toch? Ja, easy. Oké, let's go. Laten we kijken. Bam. Oh, dat is nog niet genoeg. Maar ik blijf even hier staan, want dit ding levert wel bakken met geld op, dames en heren. Dat is niet te geloven. Bam. Het werkt nog steeds niet. Oh ja, let's go. 3000 heb ik al. Ik heb nog even die extra 400 nodig. En dan moet het wel lukken, denk ik. Ik ben wel weer even vergeten hoe duur dat het ding was. Maar goed, we hebben die 400. Oh, deur. Ga nou niet gewoon gelijk voor mijn neus dicht. Dit hadden we niet afgesproken, hè? Oké, en we kunnen de volgende check-in balie upgraden. Let's go. Meneer, wat ziet u er leuk uit vandaag? Ja, staat je leuk dat kapsel, leuk uniform ook. Ja, ik hoop dat je nog langer blijft werken, anders dan verdien ik helemaal geen geld meer. Oké, let's go. We hebben dus 3800 nodig voor één zo'n ding. Ja. Oké, dan ga ik maar snel weer even terug naar mijn lieftallige poortjes, want die maken mij toch een partij rijk. Ho, dat is niet normaal. Kom op, ga eens open. Dank je. Oké, let's go. Dan pakken we hier wat geld en we kunnen gewoon meteen weer iets upgraden. Het is niet te geloven. Oké, als dit poortje nou even open gaat, dan zou ik nog gelukkiger van worden. Kom op. Ja. En als ik dadelijk al deze dingen heb geüpgraded, denk ik dat het tijd is om daar nog meer poortjes te gaan openen. Ik denk dat ik dan echt zwem in het geld. Ik denk ook gewoon dat als ik dadelijk alles geüpgraded heb en echt slapend rijk word, dat ik gewoon een hele grote villa ga kopen of zo ergens. Ik denk dat ik die daar zo boven op die toren ga plaatsen. Lijkt me een mooie plek. Oké, laat ik nog even een paar extra centjes ophalen hier zo. Kijk, dit ding dat levert helemaal niks op, joh. Misschien is het wel helemaal niet slim om dat te gaan upgraden eigenlijk. Kom op, poortjes. Sesam, open nu. En hoppakee. We kunnen weer zo'n ding upgraden. Ik weet niet of dat te slim is, maar ik wil ze nu ook allemaal geüpgraden. Hebben. Kom op, poortje. Dankjewel. Er stonden daar trouwens achter nog wat van die andere pressure plates. En ik ben heel erg benieuwd wat ik daar kan kopen. Dus dat ga ik zo ook zeker even checken. Maar eerst is het tijd om even dit hier zo te upgraden. En oh, ik heb ook alweer bijna genoeg voor die. Het schiet enorm op, dames en heren. Maar eerst wil ik even kijken wat er hier aan de andere kant gebeurt. Oké, hier kan ik dus ook dingen kopen. En dit is een security. Oké, hier komt dus dadelijk beveiliging. En die kostte 30.000 coins. Jeetje, ze willen me helemaal leeg trekken hier, joh. Hoe kom ik aan 30.000 coins? Wat denken ze wel niet? Nou ja, eens even kijken. We gaan... Oh, ik was net te laat. Oké, dan kan ik wel nog even snel wat geld pakken als het goed is. Kom op, ik ga proberen wat geld te pakken en dan ga ik weg. Kom op. Geef me geld. Dankjewel. Oké, dat had ik echt net gehaald. En we kunnen nu de laatste check-in balie kopen. Hatsaflatsa. En let's go. Deze hebben we nu allemaal geüpgraded. En hoeveel geld heb ik nu? Oh, een heleboel. Hé, kijk, dat schiet al aardig. Maar ik denk dat het voordat we de security gaan kopen, eerst even tijd is om al deze dingen vrij te spelen. Want dat gaat me toch een partij geld opleveren. Daar word je bang van. Oké. Oh, wow, yo. Ik kwam nog net door het poortje heen. Oké, let's go. Weet je wat? Ik ga hier gewoon nog even wachten. En dan ga ik dadelijk gewoon hier weer de volgende upgrade kopen. Want dat betekent dat ik dus de hele tijd 800 krijg in plaats van 400. Zoveel meer geld gaat me dat opleveren als ik hier zeg maar nog een poortje vrij speel. Ik merk nu al dat het inderdaad echt een stukje sneller gaat. Dan eerst. Oké, ik kwam echt heel erg soepel door het poortje heen, maar niet eens. Oké, kom op, snel. Ja. En dan ga ik hier ook nog even een dikke zak met geld ophalen. Hier, huts. En dan ben ik alweer over de helft. En dan kan ik dadelijk weer lekker dit ding kopen. Yeah. Maar eerst is het tijd om hier weer eventjes wat geld te gaan rapen. Kijk eens. Oh, wat heerlijk al die centjes. Hoppakee. En we hebben alweer bijna 10.000 mensen. Het is toch niet te geloven. En ik heb 10.000 geld. Het is niet normaal. Het geld komt bijna mijn oren uit. Gelukkig heb ik een koptelefoon op. Anders dan regent het geld. Maar goed, laten we hier nog maar eventjes een aantal muntjes bijpakken. Ja,
dat lukt niet helemaal goed zo, hè. Potverdorie. Het moet echt veel sneller, mensen. Ik ga ook nog maar eens eventjes hier die check in Bali leeg trekken. Want die zal ook wel helemaal uitbarsten van het geld. Weer eens even kijken. 3, 2, 1. Bam! Jeetje! 3000 geld erbij. Dat betekent dat we onze volgende paspoortcontrole kunnen kopen. En daar ben ik echt hartstikke hyped voor. Kijk, hier. Ha! Kijk dan! Hier staan er niet één, maar twee. Wat ontzettend vet, zeg. En we pakken gelijk wat geld. En hier, 16.000 coins. In één keer. Het is toch niet normaal, mensen. Even serieus. Wie had dat verwacht? En jullie raden het nooit, maar ik ga dadelijk gewoon nog zo'n ding kopen, zodat ik nog sneller geld kan verdienen. Alleen, het enige jammer is wel, ik ben hier nou een heel vliegveld aan het upgraden, maar waar zijn de mensen? Of nou ja, beter gezegd, waarom uren in de rij staan op Schiphol als je hier gewoon binnen een paar minuten door de hele security heen kan komen? Of ja, er is nog geen security. Misschien ligt het daar ook aan. Maar goed, we pakken hier nog even wat geld, centjes, dingen erbij. En we gaan weer door naar onze check-in Bali om daar weer even een grote zak met geld op te halen. Een grote duffel bag. Let's go. En ik zit alweer bijna op 10.000. Het is niet normaal. Het is niet normaal. Ik kan dadelijk alweer de derde kopen. Kom op, ga open. Sesam, open nu. Dankjewel. Hoppakee. 11.000 euro heb ik in mijn broekzak. Ha, ik begin er ook helemaal sloom van te lopen. Ik kan het niet meer dragen, zoveel geld. Oké, let's go. Ik pak hier nog even. Kom op. Ga open deuren. Dan krijg ik weer geld. Kom op, kom op. Ja, let's go. Ojo, dit gaat zo ontzettend snel. Oké, ik ga nog even één keer wachten. En dan kan ik, als het goed is, hier weer de volgende ding. Paspoort, controle, ding openen. Yeah, let's go. Oh, ik moet nog meer geld hebben. Oké, weet je wat? Ik ga daar nog even geld op halen. En dan open ik hier nog één. En gaat het geld nog sneller. Ik wil hier dadelijk ook eventjes deze winkeltjes openen eigenlijk. Dat is ook helemaal geen slecht idee. Bam. We hebben weer 3000 geld erbij. Dat betekent dat er een nieuwe paspoortcontrole open kan. Let's go. Alleen ja, aangezien ik hier de enige persoon ben, heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel paspoortcontroles nodig. Want ik heb zelf natuurlijk maar één paspoort. Oké, we gaan hier weer even een dikke zak ophalen. Wat? 5200 coins in één keer. Zo, ik stik bijna in het geld, joh. Hier, kom, we pakken er nog even een aantal coins bij. Nog meer, nog meer. Oké, zo snel gaat het nou helaas ook weer niet. Maar goed, nu wel. Hoppakee, 10.000 geld in het zakkie. En dan pakken we hier gelijk nog even wat geld. En kom op. Oh, bijna genoeg, bijna genoeg. Misschien komt er nu nog wat geld bij. Jazeker. Oké, ik moet nog 300 geld hebben. Kom op, geef me 300 geld. En wel nu. Oh, nog 100. We kunnen weer wat kopen, dames en heren. En dat wordt deze vierde paspoortcontrole. Let's go. Ik heb echt nooit geweten dat mensen zoveel geld verdienen met paspoortcontroles. Maar misschien moet ik zelf ook maar een bedrijfje beginnen in het controleren van paspoorten. Potverdorie, 1600 erbij in één keer. Die mensen bij de douane moeten ook echt stikken in het geld daar bij Schiphol, joh. Oké, we pakken hier nog meer. Hoppakee, geld erbij. Het is ook echt niet normaal hoeveel je moet rekenen voor zo'n grote koffer als je op reis gaat. Ik stond er laatst echt van te kijken. Ik heb een vakantie geboekt laatst samen met Nick. Jullie kunnen binnenkort op mijn Instagram zien waarheen. Dus vergeet zeker niet even te volgen. Het staat hier in beeld. Hoppakee, en we hebben weer 15.000 coins. Dat betekent dat er meer paspoorten gecontroleerd kunnen worden en dat er meer geld in de zakje van Giel komt. Dit is toch niet normaal. Je kan gewoon kiezen uit 5 deuren. En ik kan je vertellen, binnenkort kan je zelfs kiezen uit 6 deuren. Wauw. En hier hebben we een pressure plate waar ik geld van krijg als ik erop loop. Ging het in het echte leven maar zo makkelijk. Oké, en ik denk dat ik onderhand hier ook weer even wat geld op kan komen halen. Kom op, deur gaan zoepen. Sesam, open nu. Open nu, dankjewel. En let's go. 11.000 geld cash in de klauwen. Oké, en nu gaan de deuren weer open en kan ik weer 2000 cash op. Het is echt niet te geloven, mensen. Dit gaat zo ontzettend snel. Hoppakee. En we kunnen de laatste paspoortcontrole kopen. Let's go. En hier kunnen we nog wat coins ophalen. Kijk, dat is ook hartstikke lekker natuurlijk. En we kunnen ook meteen nog meer coins ophalen. En nog meer coins. Yeah. En we gaan hier dadelijk ook meteen het security level omhoog gooien. Want we willen natuurlijk niet dat mensen allemaal gevaarlijke dingen mee het vliegtuig innemen. Dat is iets waar mijn vliegveld niet voor staat, mensen. Dat wil ik wel even duidelijk gezegd hebben. Dit is gewoon een plek waar je helemaal jezelf moet kunnen voelen en gewoon lekker moet kunnen wachten op het vliegtuig. Iedereen heeft er ook altijd super veel zin in. Nee, een vliegveld is eigenlijk echt een van de meest vreselijke plekken die er bestaan. Je moet er altijd wachten, het eten is duur. Eigenlijk haat ik vliegvelden. En daarom begin ik mijn eigen vliegveld. Dat is mijn motivatie. Oké, 21.000 euro's op de teller alweer. En dat betekent dat we nog iets van 9.000 geld moeten hebben om hier de security open te klatsen. En op dit moment heb ik zelfs nog maar 2.000 nodig.
nodig. En dat betekent dat als de poortjes nog één keer open gaan, kom op, ga open, ga open. Ja, dan kan ik hier de security opengooien en let's go. Oké, oh, ik moet hem ook nog gaan upgraden. Meen je dit? Oké, nou ja, ik hoop dat dit in ieder geval heel erg veel geld gaat opleveren. Ah, kijk, hier kan ik... Wow, yo, 500 euro krijg je voor één zo'n poortje. Nou, dat is niet mis. Laten we snel de volgende maar kopen dan. En we kunnen deze ook upgraden. Maar trouwens, voordat ik hiermee verder ga, wil ik eigenlijk hier deze winkeltjes gaan openen. Want ik denk dat ik daar ook enorm veel geld mee kan gaan verdienen. En hiervoor heb ik 25.000 nodig. Nou ja, dat hebben we natuurlijk 1, 2, 3 wel bij elkaar gespaard. Dat is het probleem niet. En we hebben hier alweer een hele hoop geld van gekregen. Het was toch best een goed idee om deze dingen eerst te upgraden. Al leveren die paspoortcontroles veel meer op. Maar goed, ik denk dat die shops hier ook best wel wat kunnen opleveren. Dus die ga ik ook snel opengooien. Deze kost 75.000. Nou ja, we beginnen lekker rustig aan met deze van 25.000. En hier staat dan... Ja, hier staat ook zo'n pressure plate waar ik dan geld kan ophalen. Dus dat gaan we zeker eventjes doen. Maar eerst gaan we hier nog even kijken hoeveel geld ik heb. Oké, ik kan al gewoon weer bijna daar zo de winkel openen. En hier kan ik ook wat geld ophalen. Ik vind het wel gek, want dit ding doet letterlijk helemaal niks. Het staat er gewoon voor de sier. Kijk, ik kan hier gewoon doorheen lopen. En stel ik heb nou iets van een iron ingot in mijn hand, kan ik hier waarschijnlijk nog steeds doorheen. Want dit ding dat detecteert ijzer toch, of zo? Volgens mij is dat wat het ding eigenlijk hoort te doen. Maar goed, het is natuurlijk een spelletje. Ik neem het weer veel te serieus. En sesam open nu. We gaan de winkel openen. De snackwinkel. Hey, lekkere snacks eten. Ja, ja, lekker. En ik krijg 0 coins als ik hier opsta. Hey, nice. Oh, 450. Ah, kijk. Dat is helemaal geweldig. Dan gaan we hier dadelijk deze openen voor 75.000 coins. Au, oké, dat doet wel een beetje pijn. Dat is enorm veel geld. Maar goed, we hebben hier gelukkig weer 5.000 coins op kunnen halen. En dat gaan we hier ook doen. In ieder geval minstens 5.000 coins. Want het zijn er inderdaad veel meer. Het zijn er 9.600. En hier heb ik ook nog even een paar opgehaald. Dat is natuurlijk ook helemaal top. En hier haal ik er nog wat op. Hey, we zijn bijna bij die 75.000. Dat hoeft niet heel lang meer te duren. En dan kopen we dit. En dan pakken we het hier weer op. Oké, dat zijn weer een hele hoop coins erbij. En dan gaan we hier weer even heen. Want hier moeten er ook minimaal weer 10.000 liggen, toch? Hoop ik. Oké, daar gaan we. Bam. Hoppakee. 7.000 erbij. Nou ja, komt in de buurt. En hier halen we er ook nog een aantal op. 1.500 erbij. Jeetje. En hier pak ik nog even wat coins. Weet je wat? Ik ga hier gewoon even wachten. En als ik genoeg heb voor de winkel, kom ik bij jullie terug. Oké, mensen. Ik heb al genoeg geld voor de winkel. Maar eerst pak ik hier, hoppakee, nog even al het geld mee. En we gaan deze winkel openen. Ik pak mijn schaar erbij. En let's go. Deze winkel is officieel geopend. Kijk eens, je kan er allemaal hele chille dingen kopen voor op het vliegveld. Zoals een ender chest. Die is natuurlijk heel handig voor je bagage. En een banner die je in je hand kan houden om te laten zien dat alles goed is. Deze is groen. Dus hiermee zeg je alles is goed. Hier. Ja. Nee, hier kun je natuurlijk helemaal niks zinnigs kopen. Echt, er staat hier niks wat handig is op het vliegveld. Maar goed, het is wel hartstikke leuk. Het is natuurlijk Minecraft. Dus deze dingen die kun je in Minecraft gebruiken. Ik snap wat ze probeerden hier zo. Maar goed, we hebben hier een pressure plate. En dit is waar het natuurlijk allemaal om draait. Hoeveel geld krijgen we hiervan? 5.000! Oké, dit ding ga ik onthouden. Maar ik heb toen net ook iets gezien wat ik nog niet door had dat we dat al konden kopen. Dus ik ga dat jullie ook eventjes laten zien. Ik heb nu al 20.000 coins. Dat is ook hartstikke lekker natuurlijk. We pakken hier nog even wat coins en dan kunnen we hier nog even wat coins pakken. Hopsakee. En dan ga ik eventjes dit ding upgraden. En dan kopen we dadelijk hier de volgende weer. Maar goed, dit is niet wat ik jullie wilde laten zien. Wat ik jullie echt wilde laten zien is hier zo dit stuk. Want hier kunnen we namelijk vliegtuigen kopen. En we kunnen hier beginnen met een makkelijk vliegtuig van 25.000. We kunnen er hier een kopen voor 150.000. En we kunnen er hier een kopen van 500.000. En deze wil ik allemaal uit gaan testen. En we gaan natuurlijk beginnen met deze. Maar daarvoor is het misschien wel handig als ik even alles geüpgrade heb hier zo. Nou ja, weet je, we gaan gewoon als eerst volgende ding gewoon dat vliegtuig kopen. Ik heb wel even zin om even lekker een stukje te vliegen. Ik ben hier al zo lang bezig. Ik ben al een uur aan het opnemen. Ha! En ik heb nog helemaal niet gevlogen op een vliegveld. Dus dat moet wel even gebeuren. Laten we hier nog maar even wat coins pakken zo. Oké, we hebben al 20.000. Dat is enorm lekker. Oké, dan ga ik gelijk even nog over die andere pressure place heen lopen. Want hier hebben we nog meer geld. 7.000, jeetje. Wat brutaal veel geld zeg. En hier hebben we 10.000. Oké, en hier hebben we waarschijnlijk ook nog een leuk bedragje van 5.000 coins. Kijk eens aan. En ik ga gewoon meteen dat ene vliegtuig kopen. Waarom ook niet? Oké, let's go. Sesam, open nu. En we pakken hier nog even wat geld. En hier ook. Bam. En let's go. Huts.
We hebben een vliegtuig gekocht. En kan ik hem hier spannen? Ja, oké. Ik heb hem weer neergezet. Ik heb hem hier neergezet. En als het goed is, moet hij dan inderdaad hier ergens staan. En jeetje, dit is nog het kleinste vliegtuig, hè? Dit is nog best wel een unit. Oké, let's go. Ik zit erin. Oh, wow, yo. Ik ben al meteen aan het vliegen ook. Wow, yo. Mensen, ik weet niet of dat ik dit iets vind. Ik ben eruit gesprongen. Nee. Oké, ik zie al dat ik heel erg veel damage heb gekregen van die val. Dus ik moet een beetje uitkijken. Laat ik hem maar weer even in gaan zitten. We gaan gewoon even een lekker stukje vliegen, joh. Waarom ook niet? Kijk, hier hebben we ons hele vliegveld, dames en heren. Wat een ontzettend groot vliegveld is het ook, hè? Ja, ik weet het. En oké, als je naar beneden kijkt, ga je omlaag. En zo ga je omhoog. Nou ja, ik geloof het wel. Ik vind dit vliegtuig nog helemaal niet zo heel erg vet. En wat? Ik zie dat ik er automatisch coins bij krijg. Oh, wacht. Ik kreeg volgens mij coins omdat ik aan het vliegen was. Kijk dan, joh. Oké. Dit blijf je nog even doen, wilde ik zeggen. Ah, dat vliegtuig viel bijna op mijn neus. Dat hou ik ook even in gedachten. Maar eerst ga ik eens even kijken of dat ik alweer wat dingen kan upgraden. Want ik heb hier natuurlijk die hele security dinges. En die is nog niet helemaal geüpgraded. Dus laten we dat maar eens even gaan regelen. Hoppakee. En dan komen... Jeetje, deze kan ook level 3 worden. Dat meen je. Oké, maar eerst is het tijd voor deze. En dan upgraden we die zo gelijk nog even een keer. Ja joh, waarom ook niet? En snel door die poortjes heen. Want hier ligt waarschijnlijk weer een hele hoop geld te wachten. Ja, inderdaad. 5000. En hier halen we zo even met gemak 12.000 uit. Wat? Oké, dat is enorm veel. Oké, dan gaan we dit nog even kopen. En dan kunnen we meteen die security upgraden tot level 2. Dus dat gaan we meteen even doen. Huts. En dan hebben we dadelijk 2 keer 80.000 nodig. Jeetje, ze willen me echt leegtrekken hier. Maar goed, ik pak hier nog even wat geld. En dan pak ik hier ook nog even wat geld. En dan gaan we gewoon even een stukje vliegen. Want daar krijg je geld voor. En als ik ergens van houd, is het geld om nog een beter vliegtuig te kunnen kopen dadelijk. Ik ben ook heel erg benieuwd hoeveel coins ik ga krijgen als ik deze heb. Natuurlijk. Maar eerst is het tijd om even een lekker stukje te vliegen hier zo. Ja, ja. Oh, hierachter zit gewoon een chest. Kan ik daarin? Nee. Oké. Wojo, ik moet niet crashen met dit ding. Dat gaat me waarschijnlijk alleen maar geld kosten dan dat het me oplevert. Oké, let's go. We gaan lekker naar voren en omlaag en omhoog. Maakt ook helemaal niet uit hoe dat je vliegt. Maar ik wil eigenlijk wel eens eventjes helemaal omhoog vliegen. Dat lijkt me wel nice. Oké. Ik kijk gewoon omhoog en hopelijk ga ik heel erg ver de lucht in. Werkt dit? Jazeker. Oké, nu moet ik er echt niet uitspringen. Oké, ik ga nog verder omhoog. Ik ga gewoon even kijken hoe dat dit vliegveld eruit ziet vanaf een hele hoge hoogte. Oké, laten we eens kijken. Wojo, dat ziet er pittig sexy uit. Oké, laten we maar weer even een veilige landing maken hier zo. Hopsatee. En we hebben weer wat leuke zakcentjes erbij. Maar dat vliegtuig dat levert eigenlijk helemaal niet zoveel op als al deze dingen bij elkaar. Dus ik blijf even lekker hier zo lopen. Ik wil namelijk even die security upgraden. En daarvoor heb ik bakken met geld nodig. Dus we gaan hier even de hele kassa leegstelen. En dat gaan we hier meteen ook even doen. Huts. En oh, ik heb alweer bijna genoeg geld. We gaan hier gelijk ook even dit pakken. En ik heb genoeg geld om de security te upgraden. Dat moet ik nog 2 keer doen. En dan heb ik in principe alles geüpgraded. En hoef ik alleen nog maar wat vliegtuigen te kopen. En we gaan eerst voor de linker. Let's go. En oké, hij heeft nu 2 bagagebanden in plaats van 1. Dat moet inderdaad een heel stuk sneller gaan. En wat, je kan dit nog een keer upgraden. Ja, nou, ik hoef geen 3e bagageband erbij, hoor. We kijken wel even. Oké, 12.000 krijg ik erbij. Oké, deze upgrade was het dus wel echt 100% waard. Maar ik denk dat ik als eerste het volgende vliegtuig wil gaan kopen. Want die is namelijk 150.000 coins. En die kan ik wel gebruiken. Want deze ziet er alweer een stuk groter uit dan deze hier zo. Dus ik ben benieuwd. Weet je wat? Ik ga gewoon eerst even deze nog upgraden. Ik wil gewoon meer geld. Want ik wil gewoon in 1 keer die 2 laatste vliegtuigen kunnen kopen eigenlijk. Ik heb al bijna 100.000 coins, dames en heren. En ik vroeg me af, hè, vinden jullie het leuk als ik dit een keertje tegen Mick ga doen? Want je kan het dus ook tegen elkaar spelen. Mochten jullie dat nou leuk vinden, laat het eventjes hieronder weten in de reacties. En dan ga ik nog eventjes wat coins ophalen hier zo. Kom op, dankjewel. En eens even kijken, hoeveel krijg je nou hiervan? Want ik heb hier 2 van die security dingen staan. Hoppakee, 24.000. Oké, ik ben er echt bijna, mensen. Ik moet nog maar iets van 7.000 coins hebben. En dan kan ik het volgende vliegtuig kopen. En ik hoop dat die me nog meer coins gaat opleveren dan dat die kost. Zou mooi zijn. Hoppakee. En we hebben nog een aantal duizend coins nodig. Nog 4.000. Nou, kleine 4.000. Hoppakee. Oh, let's go. Oké, nice. We kunnen hem kopen. Ik pak hier onderweg nog even alles mee. En hier pakken we nog even alles mee. En hier doen we natuurlijk even lekker hetzelfde. En dan ga ik hier het nieuwe vliegtuig kopen. Let's go. En ik zet hem even neer. En laten we eens even kijken. Is hij nou echt veel groter dan die andere? Jazeker. Oké, dit is echt een enorm verschil. Kijk eens even dan. Dit is mijn nieuwe private jet, dames en heren.
Wojo, ik ga meteen de lucht in. En ik zie al, oké, dit ding levert heel erg veel geld op, zoals je kan zien. Oké, dit is top. Ik ga gelijk even een lekker stukje vliegen hier zo. En dat laatste vliegtuig gaat me gewoon 500.000 coins kosten. En ja, dat is natuurlijk hartstikke veel geld. Dus ik denk dat ik hier nog even lekker blijf vliegen. Maar hey, dit vliegtuig is wel echt enorm top, zeg, joh. Hey, kijk, ik krijg veel sneller geld dan die andere. Dus ja, ik zie jullie zo als ik het volgende vliegtuig kan kopen. Of misschien doe ik nog eerst even een klein security upgrade, weet je. Ik heb toch genoeg geld. Laat ik maar eens even kijken hoeveel geld ik al heb als ik hier overheen loop. Oké, dat was 52.000 coins in één keer. Dat is een heleboel. En hier heb ik ook nog even 30.000 coins. Jeetje, ben je helemaal gek in je kokosnoot of zo? Dat is een hele hoop geld. En dat voor paspoortjes. Weten jullie wat? Ik ga gewoon dit nog een keer upgraden. Waarom ook niet? Er is letterlijk helemaal niks veranderd. Wat is dit? Oh, jawel, daar staat hier een meneer. Hallo meneer, wat ben jij je werk ontzettend goed aan het doen? Je beweegt ook niet, hè? Nee. Je spreekt zeg maar ook niet aan van... Hé, meneer, heb je misschien nog iets in je zak? Dat ding piept hem helemaal de moeder. Oké, nee. Is goed. Ik begrijp het. Het is ook niet dat ik zojuist 160.000 coins voor je heb betaald. Dus ik snap dat je je werk zo doet. Nee, tuurlijk niet. Ik word helemaal gek van dit soort mensen. Ik kan het niet helpen. Maar hé, het levert wel meer geld op. Dus meneer, je bent toch nog ergens goed voor. Ik pak hier nog even wat geld. En ik kan deze ook upgraden. Weet je, waarom ook niet? Dan ga ik nu echt sparen voor dat grote vliegtuig. Want ik ben wel benieuwd hoe die eruit ziet. En hoeveel coins ik daarmee kan gaan verdienen. Dus blijf zeker kijken, dames en heren. Klik niet weg. We zijn weer een hele tijd verder. En oké, ik krijg 124.000 coins van dit ding. En hoeveel ga ik hiervan krijgen? 400.000. Oké, ik ga niet eens meer die andere dingen allemaal pakken daar. Ik ga gewoon meteen het vliegtuig kopen. Laten we hier maar even op gaan staan. En let's go. Ik heb het hele... Er staat dat ik het helemaal compleet heb gemaakt. En dat ik het helemaal heb uitgespeeld. Kijk, dat is mooi. En wow, yo, dit is dus het nieuwe vliegtuig, dames en heren. Ik heb nog 200.000 coins over waar ik eigenlijk helemaal... Wow, nee, het vliegtuig gaat weg zonder mij. Wat gebeurt hier? Oké, ik moet volgens mij hier zo in. Oké, let's go. Ik zit in de cockpit. En kijk eens even hoe snel ik er geld bij krijg. Ik krijg gewoon 1000 geld per seconde. Dit is echt top. En dit ding ziet er ook echt enorm badass uit als je het mij vraagt. Kijk, we chillen dan. Dit is echt top. Ik word slapend rijk nu. Alleen heb ik helemaal niks meer om het aan uit te geven. Klik hier, want hier moest ik de meest zieke goldfabriek ooit maken in Minecraft. Vergeet ook zeker niet te abonneren. En klik nog snel even hier, want deze video gaat weg. Binnen 3, 2, 1. Waarom heb je nog niet geklikt? Kom op, waar wacht je op?